Ik heb er van dichtbij mee mogen maken. En er zit gewoon een goede spirit in. Het is een groep die beter wil worden, die wil ontwikkelen, die hard wil werken. Ja, en daarnaast ook alweer, ook door dit kamp natuurlijk, naar elkaar toegegroeid is. En dan een van de punten die in dit trainingskamp heel erg naar voren kwam. Is het ook een groep die hoger kan eindigen dan negende? Ja, dat is wel de ambitie. Dat hebben we altijd gezegd. Hè. Je hebt een doelstelling en die hebben we op na-competitie. Nou, dan spreek je over plek 9, daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Maar uiteindelijk merk je ook wel hier in dat kamp dat die ambitie natuurlijk van die groep en ook van die coaches natuurlijk hoger is. Nou, dat mag ook. Hè. En we willen graag na-competitie spelen. Als je na-competitie speelt, speel je een promotie. Maar ja, dat kan ook via de plek 4-5. En als je dan ziet dat je 7 punten van plek 3 staat en je kijkt naar alle wedstrijden, ja, dan is in deze eerste divisie alles mogelijk. Dan ja, de spelers die financiële waarde vertegenwoordigen. Je vleugelspits met name, Jonathan Okita en Anthony Moussaba. Ja, je gaat ze nog wel een half jaar houden, maar in de zomer zou het kunnen dat een van die twee wel moet worden verkocht. Ook omdat je gewoon dan waarschijnlijk een heel goed bedrag kunt krijgen nog. Nou ja, kijk, spelers die goed zijn, die spelen zich gewoon in de kijker. En zo werkt het in het voetbal. En dat is een onderdeel van het voetbalbedrijf. En dan moet je weer doorselecteren. Kijk, de opvolgers ook van dat soort spelers zijn al lang geboren. Het is alleen aan ons de zaak om ze op tijd te vinden. Een transfer kan elke dag plaatsvinden zolang de window open is. Want daar is het voetballand tegenwoordig te gek voor. En als er goede prijzen worden betaald, dan gaat elke club mee. Het is onze intentie om ze tweede helft van het seizoen te houden. Het zijn twee belangrijke spelers voorin. Spelers met assist en doelpunten. Maar je weet nooit hoe die markt zich gaat ontwikkelen. Maar de intentie is om met deze jongens sowieso het eind van het seizoen te gaan halen. Mee te doen op de prijzen. En dan gaat er in de zomer weer een heel nieuwe verandering ontstaan. Ja, dan zullen we dat op ons af moeten laten komen. Al een jaar lang doe jij dit samen met Nick Kersten. Een technisch directeur, technisch manager, zo'n soort functie, willen jullie toch weer gaan invullen? Ja, dat is wel de wens. Kijk, het is geen ideaal situatie. En dat heb ik al eerder gezegd. Ik ben geen technisch directeur. Ik heb ook niet die ambitie. We verdelen die kennis nu over een aantal mensen binnen de club. Met kennis en kunde. En daaromheen hebben we natuurlijk ook mensen die ons van advies dienen. Afgelopen zomer konden we niet veel. We konden pas laat op de markt wat doen. Toen hebben we expres gekozen voor huurspelers. Omdat we daarmee de flexibiliteit hebben naar het komend seizoen. Achter de schermen zijn dit allemaal dingen die uiteindelijk een technisch directeur moet invullen. Dus wij zijn nog steeds op zoek naar een geschikte technisch directeur. Want dat hoort bij een club als NEC, daar zijn we allemaal van overtuigd. Maar het moet wel een juiste man zijn met een bepaalde ervaring, met een bepaald netwerk. En ook iemand die gewoon de krachten binnen NEC goed kan bespelen. En ook het stakeholder management naar al die mensen eromheen die betrokken zijn. Ook dat verhaal goed kan spelen. En ja, die persoon heb je niet zomaar gevangen. En er zijn ook niet zoveel hele goede mensen los rondlopend.